Goedemorgen, hartelijk welkom bij de Ben Battle. We zijn in Oosteind. Ja. De basisschool Sint-Jan. De allerleukste basisschool van Brabant. En we zijn op zoek naar drie jongens en drie meisjes. Ja. En daar is de ingang van de school, kom. Nog een beetje leeg, hè? Zo gezellig. Zin in. Het is lekker rustig hier. Ja, even kijken. Och, gesloten denk ik. Zit het bij de verkeerde deur? Brit. Wat is er? Wat is er? We zien we graag terug naar de herfstvakantie. OMG. Is er niemand? Wie heeft dit geregeld? Nou, dat hebben we dus geen battle, hè? Hij heeft het geregeld. Ja, en nu? Dan weten we zeker niet dat we goed zijn hier. Is het even serieus, jongens? Oh nee. Ook hij gaat bellen, ik ga bellen. Bellen met naar wie? Ja, maar als... Ja, jongens. Zoek het uit, zou ik zeggen. Ik ga... Ja. Zo op verheugd dat we een battle zouden gaan doen. En nu dan? Nou. Okay. Ja, nou... Ja, ik ga helemaal stuk. Ja, okay, klaar mee, hoor. Dit Ik heb een school geregeld, Ron. Heb je een school geregeld? En wat voor een? En hier in de buurt, mag ik hopen. Hier in de buurt? Echt? De hoek. Hij is open. Hé, ik ben trots op jou. Het ruikt er lekker. Er zitten heel veel leuke verschillende leerlingen. Het ruikt er lekker. Het is een bakkerij. Ron, ik heb een school geregeld. Wat een rare school. Is het hier? Oh ja, paardrijschool. Tuurlijk, een paardrijschool. Dat is in jouw straatje natuurlijk. Ha, nee, dat vind ik vals. Trouwens, hoe komen we aan jongens en meisjes? Ja. Ik zou zeggen, succes, maak het team compleet. Waar gaat ze heen? Ingang. Wat ga jij doen vandaag? Oh, er is er eentje weggerend. Die vindt het wel spannend. Hallo, hoi. Heb jij tijd om even van mijn battle met een battle mee te doen? Nee, sorry, ik moet het echt afmaken. Hè? Ik moet het echt afmaken, sorry. Oh. Hey, heb jij ook een baasje? Wat? Oh, er zit iemand in de tweede, wat grappig. Hoe komen we bij je? Hier. Oh, helemaal top. Vind jij misschien leuk om even mee te gaan met een battle? Nee. Ik zoek meiden voor Seth voor de battle. Zou jij even een team willen vandaag? Jazeker. Ja? Wie wil dat nou niet? Oké, ik zou zeggen high five. Dan zien we je zo meteen. Ja, is goed. Heb jij misschien zin om mee te gaan dan? Ja. Hoe heet jij? Gavin. Hoe? Gavin. Oh, is dat jouw paard? Ja. Jij kan ook een beetje paard rijden. Ja. Oh, wat fijn. Hallo. Hoe heet jij? Ik heet Guusje. Guusje. Kun jij paard rijden? Ja, dat kan ik. Kun je springen? Ook. Hey, wil jij in mijn team voor Set for the Battle? Ja, natuurlijk wil ik dat. Natuurlijk? Oké. Mm. Ik zou zeggen, high five. Heb je al wat gevonden? Hè? Ik ben nog even aan het zoeken. Hoe gaat die goed? Ja, gaat heel goed. Ja, braaf. Hoi. Hoe heet jij? Tijn. Kan je een beetje paardrijden? Ja. Vind je het leuk om even mee te doen met de battle? Ja. Echt? Ja. Oh, wat goed. Hartstikke goed, jongen. Dankjewel. Wat leuk. En is het jouw sport, paardrijden? Ja. Hey, ik zie je strakjes. Ja. Oké. Nou, ik doe één petje over. Oké, wie heeft er van jullie een goede springpony? Jij? DJ Chesto. Oh, kijk, wat is die mooi. Oh. Hoe oud is Chesto? 18. Oké, wij hebben vandaag... Set for the battle en we moeten Ron Boshart helemaal inmaken vandaag. We moeten zo snel mogelijk een parcours springen. Wil jij in mijn team? Ja. Ja? Welkom in mijn team. High five. Ik ben compleet. Ik ben heel benieuwd wie onze tegenstanders worden, want Ron is ook aan het zoeken. Nou, wij zijn klaar. Ik heb hem gevonden, dus ik ben benieuwd wat Britt ervan vindt. Kom. Geluk, Ron. Ja, absoluut. Bij mij ook. Ik ga ze aan jullie voorstellen. Dit zijn ze. Mijn meiden. Ik ben Guusje en ik zit op paardrijden. Ik ben Kelly en ik zit op paardrijden. En ik ben Isabel en ik zit op paardrijden. Mag ik een applausje rond voor jou? Dit zijn mijn meiden! Woehoe! Ja, en dit zijn mijn mannen. Ik ben Gavin, ik ben 10 jaar en ik zit op paardrijden. Ik ben Tijn, ik ben 12 jaar en ik zit op paardrijden. Ik ben Anton Jespers, 94 jaar. En dit zijn mijn drie mannen! Wat denk jij? He? Er is jongens tegen de meisjes rond. Volgens mij moet je op zoek naar nog één andere teamgenoot. Succes! Kom meiden, we gaan naar de paarden! Ja. Even kijken. Nou, ik ben al op zoek naar een... Ja, ik vind 94 ook eigenlijk een beetje te oud. Wat voor gaan we dressuren springen? Nee, we gaan springen. Dus Oh, maar, ben je goed in...
Ik doe dressuur, niet springen. Jij kan niet springen? Nee. Oké, maar ik moet petje even terug. Oh, ja. Hey, nou, bedankt jongen. Bedankt in ieder geval. Ga ik even op zoek naar twee nieuwe mensen. Doei. Dag, mam. Ja. Ik vond de drie al een zoeking. Wist je dat paarden al meer dan 50 miljoen jaar bestaan? Er zijn wel honderden verschillende soorten. Vroeger waren paarden voor mensen een vervoermiddel. En boeren lieten hen allerlei klusjes opknappen. Nu worden paarden vooral in de sport gebruikt. Op allerlei manieren. Je kan over een parcours vol hindernissen springen. Bij dressuur laat je een paard mooi bewegen op muziek. En wat dacht je van voltige? Turnen op een paard. Is dat niet gek? Dat is gewoon, heel gewoon. Wil je ruiter worden? Een paard kopen hoeft niet. Ga gewoon naar de manege. En ja, wat trek je aan? Makkelijk zit op de kleding paardrijlaarzen en een veiligheidscap. Paardrijden is voor iedereen, jong en oud. Turn up the speakers. Meiden, dit is onze topper van vandaag, Sanne. En Sanne, wat gaan we allemaal oefenen vandaag? Nou, natuurlijk dat eerste hoe we over hindernissen moeten. En dan hoe we dat zo snel mogelijk en vooral foutloos gaan doen. Maar we gaan eerst gewoon een paar rondjes rijden. Even kijken hoe de meiden op de pony zitten. Hoe goed ze gas kunnen geven, hoe goed ze kunnen sturen. Hoe goed ze kunnen remmen. En dan een paar sprongetjes maken. En dan kijken hoe goed ze dat parcours kunnen doen. Braaf. Braaf. Oh, ja, goed zo. Jenny, dit zijn de drie mannen die ik uiteindelijk gevonden heb. Gwen. Gavin. En Tim en Luca, die zijn nieuw. Dus de paarden ook. Ze zijn ook nieuw. Hè? De bedoeling is eigenlijk heel simpel van vandaag. Dit is al griezelig. Ja, het wordt gevaarlijk al. Het is eigenlijk heel simpel. We willen vandaag heel graag van de meisjes winnen. Ja. En niet ik alleen, maar ook drie jongetjes en drie paarden die hier staan. Die zeggen, wij willen winnen. Zijn het eigenlijk meisjes? Hè? Het zijn geen hengsten. Dit is een meisje. Allemaal meisjes, dit? Te veel meiden eigenlijk. Maar ja, goed. Je moet gewoon hier kanjes van maken. Hè? Ja. Als het kan. Even kijken wat ze allemaal kunnen. Ja. Ja. Hoe goed ze zijn. Ik denk eerst even hier op de volte. Kijken of je op de volte een rondje gaan maken. Oh, een rondje, ja. Ja. Het heet volte. Volte heet ook een rondje. Ja. Goed, doe maar even op volte. Hoor die mensen. Gaan we even stappen op de volte. Ja. Nou meiden, als jullie dan zo eens een keer laten zien hoeveel gas jullie kunnen geven en hoe goed jullie kunnen remmen. Dus kunnen jullie nu even gaan draven? Ja. Oh, dit is kijken. Draven. Draven, dat is een ik hoor het net wat sneller. Ja. Ja, daar gaat het al lekker. Ja, hier gaat het ook goed. De sport is straks natuurlijk dat ze goed over die balken springen. Ja. En stel, ze hebben allemaal geen fouten gemaakt, dan gaat het om tijd toch? Om tijd, ja. Gaan we nog een keer een galopje proberen, meiden? Goed achter elkaar blijven. Nou, ik denk dat het wel tijd wordt voor een sprongetje. Hoppakee. Super. En weer rechtsaf. Heel goed. En nu kan je tussendoor eigenlijk. Hoppakee! Applausje, weer een foutloze ronde. Oh, Ron, dit ga je sowieso nooit winnen vandaag. Recht houden. Goed zo. Oh, keurig. Vijf, links. Heel goed. Zal even weer kijken, dan kijkt je pony mee. Jenny? Ja. Ja. Jenny wou iets zeggen. Jullie hebben hartstikke goed gedaan en de gonies zijn heel voorzichtig. Ja. Het enige waar we nog een beetje aan kunnen werken zijn de lijnen. Hè? We kunnen nog iets kortere lijnen pakken. Ja. Meiden, hebben jullie zelf nog een vraag voor Sanne? Wat handige springtips of wat je nog wil weten voor de finale? Nee. Nee? Oh, dat klinkt alsof wij... Dat gaan we winnen. Dan hebben we volgens mij goed getraind. Maar dan denk je dat we gaan winnen? Ja. Ja, zeker. Ja? Ik denk, eerlijk gezegd, dat we kunnen winnen. Maar dan moet je de lijnen beter in je hoofd hebben. Helemaal mee eens, ja. Oké, okay, wij gaan de ponies wat lekkers geven en Ron, we komen eraan en we gaan winnen. Ja. Oké, okay, kom. Oké, okay, meiden, klaar voor de finale? Ja.
Nou mannen, we gaan beginnen. Het is gewoon goed kijken, goed springen en dan gaan we gewoon voor foutloos. En dan weet ik het zeker dat we wel winnen. Als straks iedereen foutloos heeft gereden, dan gaan we kijken naar de tijd. Dit is het parcours voor de finale. We beginnen bij hindernis 1, dan een rechte lijn naar hindernis 2. Een rollback naar hindernis 3 en dan zo verder. En dan is hindernis 6 de laatste en dat is ook de hoogste hindernis. We gaan van start. Gavin gaat als eerste van het team van de jongens rijden. Hij gaat hier in draf naar hindernis 2. Dat gaat goed. De finale is hetzelfde format als de Olympische Spelen. Normaal gesproken heb je een team van 4 en heb je een streepresultaat in de Nations Cup springen. Gaat goed hoor. Maar in de Olympische finale dus een team van 3 en dus geen streepresultaat. Alle balken die vallen tellen dus. Hij blijft foutloos. Hij doet het rustig aan. Maar foutloos blijven is het belangrijkste. Pas als je gelijk bent in strafpunten, dan telt de tijd. Ja, ja. Toucheert wel de balk. Nu de laatste wending. Naar de laatste hindernis. Kan hij foutloos blijven? Jawel, hij blijft foutloos. Gavin als eerste starter foutloos. Oké, de eerste dame gaat aangalopperen. De tijd begint te lopen zodra ze over de eerste hindernis gaat. Guusje met Riva dan aan het start voor de meisjes. Ah, zij maakt tempo. Zij gaat in galop. De eerste hindernis gaat goed. Strakke lijn naar hindernis 2. Dit gaat goed. En dan de rollback naar hindernis 3. Ja, en ze blijft in galop. Dat scheelt qua tempo. Keurig over de stijl. Wel licht getoucheerd, maar de balk blijft liggen. Gaat goed. Ja, ze heeft flink tempo hoor. Keurige wending daar naar de laatste hindernis. Blijft zij foutloos? Jawel, foutloos dus. Guusje met Riva voor de dames. Goed gedaan. Nou, daar gaan we. Dan Luca voor de jongens. Keurig over hindernis 1. Ook hij in galop. Hindernis 2. Keurig strakke wending. Dat is een snelle wending zeg. Daar maakt hij veel tijd goed. Dit wordt een snelle tijd voor de jongens. Kan hij dan ook foutloos blijven? Dat is het allerbelangrijkste. Spannend. Ja, goed. Dit gaat goed. Hindernis 5. Vol gas erop af. Ja, en weer zo'n strakke wending naar de laatste hindernis. Luca doet hier van zijn spreken hoor. Keurige ronde. Keurige foutloze ronde voor Luca. Ik begin nu echt wel zenuwachtig te worden. Jij, Sanne? Kijk waar je heen gaat en lekker rijden. Heel goed. Isabel ja. Met Sammy dan. Voor de dames kan zij die prestatie evenaren van Luca. Ja, zij neemt wat meer de tijd. Dat kan ook slim zijn. Het gaat om foutloos blijven. Keurig. Ja, binnendoor. Oh, hier is ze wel even slim hoor. De wending binnendoor, dat scheelt een hoop tijd. Wederom een wending binnendoor. Het tempo ligt niet hoog, maar ze rijdt slimme lijnen. Daarmee kun je ook veel tijd besparen. Ja, goed zo, goed. Oeh, klein beetje balansverlies daar. Ze maakt het spannend. De laatste lijn naar de hindernis. Nog eentje, goed zo. Goed kijken. Ja. Keurig gedaan. Ook een foutloze ronde voor Isabel met Sammy. Keurig gedaan. Oké, okay, hij gaat beginnen. Ja, de druk staat er volop bij de jongens. Tim met Splash. Wat kan hij? Hij moet allereerst foutloos blijven. Oh, oh, daar gaat de balk eraf. Oei, oei, oei. Ja, dan maakt het toch spannend voor die laatste starten bij de dames. Hier gaat hij weer goed. Ja, hij gaat eromheen. Als hij nou verder maar geen fouten meer maakt, dan blijft de spanning er wel op tot de laatste starter. Zij kan zich dan geen foutje veroorloven. De tijd lijkt wel goed hoor. Hij maakt tempo, hij blijft galopperen. Hindernis 5. Oh, en die gaat ook in de fout. Ja, dan is het wel gedaan. Hij moet nog foutloos blijven over die laatste, maar 8 strafpunten totaal. Nou kijken wat de laatste meisje gaan doen. Ja, doen we nu. Oké, daar gaat hij. Dan de laatste starter, Kaylee met Tiësto. Zij mag dus een balk eraf gooien. Het beste is natuurlijk foutloos blijven, maar de tijd is al niet eens meer zo belangrijk. Dat springen blijft stressvol. Ja! Als ze maar foutloos blijven. Goed zo, goed kijken. Toppie! Zelf dus met één balk eraf. Gaan de meisjes dus nog winnen? Ja, je gaat helemaal meespringen. Mooie galoppade daar. Ja, keurig hoor. Ze rijdt vol zelfvertrouwen. Ja, ja, ja. Oh, foutloos. Ik denk dat die beiden heel uit het dak gaan. Dit is goud.
Ja, ja, ze sleept de overwinning binnen voor de meisjes. Keurig gedaan. De meisjes winnen de battle. Lekker standen. Ja! Ja, nou ja, we gaan hem eigenlijk feliciteren. Sanne, natuurlijk eentje voor jou. Ja, tuurlijk, je hoort bij je team. Zo jammer dat ik die man van 94 niet op laat rijden. Eigenlijk. Oh, ja, je dat gewonnen. Volgende week weer een nieuwe battle en dan winnen de mannen weer misschien. Dus tot volgende week. Doei! Gefeliciteerd hoor, dames. Goed, hè, meiden, wat is die mooi, hè, die medaille. Ga snel jullie ponies knuffelen. Ja!